Dames en heren, de eerste man die ik ben gaan aankondigen is van zijn hobby. Hij heeft nog geen hobby, hij is student. Zijn hobby is zingen voor de lokale omroepen. Hij gaat als eerste een lied zingen wat geschreven is en tekst ligt door Rodolphe. Het nummer heet Heroïnekraters. Dames en heren, uit Uden, de man die vanavond de NL-trofee gaat openen. Daarvoor het applaus voor Bart Krijnen. Hij wordt aan de vluchtbord voor Rodolphe Serné. Ik zie je door een dikke muur van glas, waar achter jij voor mij haast ongemerkt verdween. Ik beukel op en kom er niet doorheen, geen splinter en geen barst, niet eens een kleine kwast. We drijven uit elkaar als honden anderen uit te steken. En wat ik ook probeer, je hebt maar één verweer, dat ik je nimmer heb begrepen. Maar hoe kan ik je begrijpen, als je steeds jezelf terugtrekt, binnen grenzen die voor mij nooit opgaan. Ik zie aan het glas, zoals altijd, bedriegel ik dichtbij, ik raak je bijna. Je zegt iets, maar ik kan je niet verstaan, ik voel opeens paniek, o God, ik raak je kwijt. Ik drink niet tot je door, al steek ik nog zo vaak mijn hand uit. Omdat ik elke keer, hoe ik het ook probeer, weer op die harde glazen wand stuit. Maar hoe kan ik je begrijpen, als je steeds jezelf terugtrekt, binnen grenzen die voor mij nooit opgaan. En hoe kan ik je bereiken, als je langs me zou je nooit begrijpen, want de dromen die jij hoort, zijn angst aan jou zo het schilspel. Nee, ik kan je niet
van de hel. Eerste prijs, dames en heren, gaat vanavond naar...